Wat is de G5? En dat is misschien wel goed om eventjes uit te leggen. De G5 is, zoals Jolan het al meteen herdoopte, de C5. De C van de 5 grote culturele instellingen in Woerden. Dat zijn de bibliotheek, het CUVO, het CPW, Cultuurplatform Woerden, het Klooster en het Stadsmuseum. Kijk aan, en ja, en jullie werken nu samen, meer kunst, cultuur in Woerden. Nou, nu gaan we misschien een mooi cultureel centrum krijgen in Woerden, de Wasserij. Ja, het is misschien wel leuk om even te vertellen. Ik ben zelf opgegroeid in een wasserij, een oude wasserij, in het zuiden. In Bokstel bij Den Bosch, een mooi 19e eeuws herenhuis met heel veel industriële bijgebouwen. De wasmanden stonden er nog, de hijswielen, een stoomketel, schoorsteen, alles erop en eraan. Dus ik heb een groot zwak voor wasserijen. En ik was ook meteen benieuwd van, goh, hoe is dat dan met die wasserij op het defensieterrein? Het is wel een beetje gelijk in de bouw, eind 19e eeuws industrieel pand, waar je natuurlijk ontzettend veel leuke dingen mee kan doen. En naar ik begreep is er al heel lang in Woerden een discussie gaande over herbestemming van de wasserij. En toentertijd is er heel veel gesproken over een culturele ontmoetingsplek. En daar hebben de C5 natuurlijk wel oren naar. Ja, en toen was daar die presentatie. En toen was het culturele invulling, we hangen een schilderijtje op en we plaatsen een pilaar en we zeggen dat het cultuur is, maar verder niet. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het lijkt er toch op dat de economische motieven zwaarder wogen dan de culturele. En dat vind ik wel heel jammer. Niet geheel onbegrijpelijk overigens, maar soms denk ik wel eens in Woerden van kom op, cultureel vlak, zet eens een stap. Ondersteun nou eens de plannen die leven in de culturele wereld om die aanbouw bijvoorbeeld van het Stadsmuseum te verwezenlijken, om een serieuze gestel, een vaste gestel-expositie te maken. Dat had prima gekund natuurlijk in de wasserij. Nog veel meer dingen. We hebben in ons cultuurbeleid het over culturele broedplaatsen. En wat er nu komt, ja, het is niet verkeerd. Ik denk dat het prachtig uit zal zien. Ik ben er eigenlijk stiekem ook al wel blij mee dat we toch wel vanuit het Stadsmuseum een kleine dependance misschien kunnen vestigen. Maar dat moeten we allemaal nog zien hoor. Het is allemaal nog heel pril. Maar het had wat mij betreft een wat grotere, avontuurlijkere stap mogen zijn op het culturele veld. Nou, is dat niet misschien een goede stap om te nemen? Als culturele instelling van Woerden trekt die grote broek aan en we zeggen, nou, we bouwen een tweede klooster daar in de wasserij? Dat is niet helemaal aan ons. Kijk, de informatie die we hebben is nog zo pril dat ik ook nog niet met mijn collega's heb kunnen spreken in het culturele veld. Ik spreek ook helemaal op eigen titel nu. Ik vertegenwoordig nog het officiële standpunt van het Stadsmuseum of van de C5. Ik heb pas vorige week vrijdag vernomen wat de plannen eigenlijk zijn en we hebben nog niet daar echt over gesproken. En voor de een in de C5 zal het anders zijn dan voor ons. Kijk, voor ons is het niet zo ingewikkeld om daar een soort van verlengstuk van onze eigen exposities te maken. Als wij iets doen in het museum met textiel, zouden we dat ook kunnen doortrekken naar de bibliotheek, maar ook naar de wasserij. Maar voor bijvoorbeeld het klooster is het een heel ander verhaal. Want dan zouden zij daar een podiumprogrammering moeten maken. En daarmee zijn ze eigenlijk concurrent van hun eigen schouwburg. Dus dat vul ik maar in hoor. Dus, maar dat is voor allemaal anders. Nou, volgens mij liggen er in ieder geval genoeg plannen en ideeën. Ik denk dat er nog een lange weg is te gaan, want de initiatiefnemers die hebben ook al wel redelijk concrete plannen gepresenteerd. Dus ik zou zeggen, C5, G5, hoe je het ook wil noemen, heel veel succes ermee. Dankjewel. En laat die kunst en cultuur in Woerden een hele mooie plaats innemen. Daar wil ik nog even iets aan toevoegen. Er is wel een soort verkenner namens het culturele veld in Woerden, die een brug moet slaan tussen de exploitant die in de wasserij komt en het culturele veld in Woerden. En dat is een hele goeie in mijn ogen, dus ik verwacht daar heel veel van. Zodat we toch altijd met elkaar in gesprek blijven en erbij zijn. Hij voelt de druk op zijn schouders al. Dankjewel. Het is een zij. Oh, zij.